Hoi, welkom weer bij een nieuwe Tetrun video van Fortnite. Het is al een tijdje geleden, maar ik dacht, ik doe er weer even eentje. Zo, laten we het spelen. Zo, dat ziet er echt mooi uit. We hebben een zwaard, want het zijn bosfights. En twee van die rare telefoontjes, zoiets. Net start de game. Ik hoop dat jullie de week weer leuk was. En ja, laten we beginnen met. Oh wow, oké. We moeten die Jones redden. Door dit te verstaan of zo. Oh. Wauw. We worden gewoon gedropt in een parcours. Gaaf. Kijk hoe dit eruit ziet, joh. Zijwaarts. Echt, ik vind het gaaf hoor. Drijven. Echt zo net zo'n Mario leveltje. Hoeveel zijn er eigenlijk? Een paar. Dat is echt raar, want ik kijk dus eigenlijk van bovenaf zo. Echt van die hele korte leveltjes. En dan moet ik echt denken aan Mario. Mario Bros op de Wii. Je kan springen, je kan. Maar het is wel echt lastig. Wow, dat is wel. Kan je ook omdraaien of wat? Nou ja, dat kan ook, hè? Zo van achter. Ja. Dan kunnen we naar twee leveltjes gaan, was dit. Drie. Nummer vier. Ze worden steeds lastiger, denk ik. Oh, kijk. Als je dat doet, dan. Wat? Wat? <What? laughs> Oh mijn god. Oh jee. Oké, ik was daarnaast gevallen. Gaan we zo achteruit zo, ja? Oh yes. Dat is nummer 4. Gaan we even nummer 5 doen. Ziet er zo gek uit hè. En ook met dat draaien is echt. Oh. Echt lastig. Je kan natuurlijk ook gewoon saai worden, hè? Pas van de hele tijd draaien, maar dan gaat het wel. En dan gaan we naar nummer 6. Oh, wel het pad volgen natuurlijk, hè? Het wordt echt steeds moeilijker, zie ik. Komt dat platform hier helemaal heen? Ja. Ha, dat ziet er zo geinig uit, dit ook. Hè. Het is wel jammer dat het maar voor single player is zo. Joepie. Oké, dat is nummer 6.
Gaan we naar nummer 7. Echt gaaf gemaakt hoor. Ik heb al eerder mapjes van deze creator gespeeld. Ze echt, hij maakt ze echt super goed. Echt niet normaal. Dat is nummer 7. Oh, ik loop nog verkeerd ook, hè. Wow, die ziet er wel eng uit. Nummer 8. Ja, natuurlijk kan ik de zijwaarts. En dan... Oei, joh. Een vraagteken level. You may have defeated my mega group, but the next world you won't stand a chance against me. Oei, joh. Gaan we nog naar een volgende? Serieus? Wauw. 9. Nummer 10, oh joh, zo kijk dit er raar uitziet joh. ja, ik moet toch naar boven. Vanaf die kant of zo, of de andere kant. Echt gek hoe dat eruit ziet zo. Joepie! Even een shortcut genomen hoor. Zo, even kijken, nummer 11, nummer 13. En je kan ook springen, ja. Gewoon lekker rechts achteruit, hè? Dat was nummer 12. En dan gaan we naar nummer 13. In totaal zijn dit 15 leveltjes of zo met de boss fight. Zo, de platform gaat echt zo super snel ook, hè?
Wow, je kan sprinten ook natuurlijk. Ja, blijft toch lastig op sommige momenten. Oh jee, allemaal ijs. Moet je echt heel het parcours doen of oh jee, echt, je glijdt nog eraf ook. Als je niet oplet. Zo. Gewoon achter en lopen. Nep mook. Ja, we naar nummer 15, level 15. Met een wat. Ja, zijwaarts springen is niet de beste manier. Poeh, concentratie. Oké, nou volgende boss fight. De King Battle, wajo. Ook nog met zijn blok en attack of volgens mij sta ik er gewoon onder, lol. Ja hoor. Oh, geinig. Oh, wat schattig. Heeft hij. Gaf hij mijn hartje. En we hebben hem gewoon geklaard. Cool. Ik vind het echt gaaf hoor, die Creative 2.0. Ik ga er denk ik ook wel wat bekijken hoe en wat je ermee kan in Creative. Maar dankjewel weer voor het kijken en ik zie jullie weer bij een volgende video maar weer. Doei!